Halverwege de loodzware Zevenheuvelenweg kunnen vierdaagse wandelaars wat energie tanken bij Ultina. We staan hier bij de Zevenheuvelenweg en hier is natuurlijk de soepvrouw van Groesbeek. Dat klopt, dat klopt. Dat doe ik al jaren. Dus mijn zus is daarmee begonnen. En die is overleden, maar daar heb ik het overgenomen. En dat doe ik nu al 10 jaar. Dus, en hoe loopt het vandaag? Het loopt heel erg goed vandaag. Ik heb 3 pannetjes soep. Vegetarisch en soep met ballen, want die willen ze het liefst. Maar ja, je hebt altijd mensen bij die vegetarisch eten. Die moet je ook even kunnen geven. Hè? Dus, ja. En ben je nu helemaal los? Nou zijn we helemaal los, ja. Ik heb nog een klein beetje, dus jullie zouden nog kunnen krijgen. Dus dat kan altijd. Dus als jullie zin hebben, doe ik zo meteen inschenken. Zin hebben we wel, maar we gunnen de wandelaars die hier toch wel in de regen doorlopen. Dat snap ik. Dus, veel plezier en volgend jaar weer? Volgend jaar, ja, zeker weten. Als alles goed gaat, dan sta ik er weer. Weer op dezelfde plek, altijd. Dus, succes. Ja, bedankt.